Trinseo is genomineerd voor de Responsible Care Prijs 2015 voor hun project Energy Efficiency Verbetering door stoomrecompressie. Vandaag ga ik je laten zien hoe dat werkt. De fabrieken van Trinseo in Terneuzen produceren kunststoffen, zoals bijvoorbeeld polystyreen. Hier achter mij in de fabriek wordt styreen gemaakt en dat is de basisgrondstof voor het produceren van die kunststoffen. Die kunststoffen worden dan weer bijvoorbeeld verwerkt in elektronische apparatuur, auto's en tapijten. Bij de processen is veel stoom nodig. Die wordt geproduceerd in de krachtcentrale die je in de verte achter mij kunt zien. De stoom wordt ingezet bij onder andere verdunnen, destilleren en verwarmen. Er is hier stoom aanwezig van 3 verschillende drukniveaus. 3, 12 en 35 bar. Dat is namelijk van oudsher de meest efficiënte verhouding. Vooral in de zomer liggen de optimale verhoudingen net iets anders. Er is dan een overschot aan de lage drukstoom van 3 bar. Dit komt omdat ze hier die stoom vooral gebruiken om leidingen te verwarmen. En net als bij u thuis staat de verwarming hier in de zomer meestal uit. Die stoom moet dus worden afgeblazen, zoals je hierachter kan zien. En dat betekent dus energieverlies. Maar daar hebben ze hier iets op gevonden. Wat hebben jullie gedaan om energieverlies te voorkomen? Nou, we hebben heel veel verschillende dingen gedaan om energieverlies te voorkomen in de styreenfabriek. Maar het project waar het hier over gaat is een project om te proberen lage drukstoom in druk te verhogen, zodat je het op een betere plek kan toepassen als wat nu gedaan wordt. En dat is in zomermaanden het afblazen naar de atmosfeer. Het project waar we hier over hebben, het project met de thermocompressor, kwam voort uit een initiatief wat een drietal jaren geleden in Trinseo speelde. En dat heette Fit for Future. Nou, toen bedacht het team dat er misschien mogelijkheden zouden zijn om door wat procesveranderingen toe te passen, hebben we met een iets hogere druk als 3 bar stoom een processtroom zouden kunnen verdampen. Nou, dan was het natuurlijk de vraag van hoe kom je dan aan die 5 bar stoom. En dat hebben we dan gedaan door die thermocompressor te gaan gebruiken, waarbij je dan door middel van een menging eigenlijk te maken van 12 bar stoom en 3 bar stoom op die 5 bar uitkomt. Zo'n jet brengt de stoom op 3 bar samen met die van 12 bar. De energie in de 12 bar stoom verhoogt de druk van de lage drukstoom en dat zorgt voor een output van 5 bar. Er is natuurlijk veel voorbereiding en planning aan vooraf gegaan, maar hoe ging het toen het project eenmaal in werking was? Heel vlot. Het apparaat was direct vlot opgestart en leverde ook onmiddellijk de gewenste resultaten. Het onderzoek van tevoren was goed geweest? Absoluut. Waarom vind jij dat dit project de Responsible Care Prijs 2015 verdient? Ja, het is een vrij technologisch eenvoudig ontwerp en daardoor is het een zeer robuust apparaat wat maakt dat we een continue besparing kunnen realiseren zonder eigenlijk een extra belasting op onze operationele organisatie te leggen. Zoals je ziet komt hier achter mij uit die buis nu dus geen stoom meer. Door overtollig stoom niet meer af te blazen, maar aan te passen en op een andere manier in te zetten in de processen, verbruikt deze hele site minder aardgas en stoot het ook nog eens minder CO2 uit. Ik denk dat dit project een Responsible Care prijs verdient, omdat het niet een project is dat alleen maar bij ons van toepassing is, maar dat je dat eigenlijk op elke geïntegreerde site in Nederland hetzelfde problematiek wel zal terugvinden. Dat er eigenlijk altijd een overschot is aan energie op het allerlaagste niveau, waar iedereen ideeën probeert te ontwikkelen van hoe die te gebruiken. En door met die thermocompressor het niveau van die stoom iets te verhogen, kun je vaak procesapparatuur aandrijven die je nu niet kan aandrijven. En op die manier bespaar je stoom op het middendrukniveau en gebruik je meer op het lage drukniveau, waardoor je minder hoeft af te blazen. Energie wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Dat is eigenlijk de groenste energie die er is.